Om exact 6:06 op 6-6-2006 zes keer de Alpe d'Huez beklimmen. Een van de hoogste toppen van de Franse Alpen. Maar liefst 66 wielrenners gingen de uitdaging gisteren aan. Een slopende prestatie om zoveel mogelijk geld op te halen voor een slopende ziekte. Een Gelders initiatief voor de kankerbestrijding. Hij is ruim 13 kilometer lang, 1860 meter hoog en kent een stijgingspercentage van wel 10. De Alpe d'Huez is het strijdtoneel voor 66 Nederlandse wielerfanaten. Het initiatief is van Nijmegenaar Benjo Achterhorst. Vorige zomer dacht ik eraan om misschien een keer zes keer de Alpe d'Huez te fietsen op één dag. En mijn vader zei in eerste instantie dat het onmogelijk was, dat ik gek was. Maar ik heb ook met wat andere fietsvrienden erover gesproken. En eentje daarvan was gelijk enthousiast, dus die zei ik ga mee. In totaal vindt hij 66 wielrenners bereid om mee te doen. Onder de renners zijn oud-profs, zoals oud-Olympisch kampioen Leo Pela uit Driel. Maar er zijn ook avonturiers die praktisch geen ervaring hebben. Ik had het van mezelf nooit gedacht. En zoveel met ons, want het zijn geen profs, het zijn gewoon liefhebbende wielrenners die hier voor andere mensen zes keer omhoog gaan. En dat is gewoon heel mooi. De berg op om te strijden tegen kanker. Voor Peter Kapteijn is de uitdaging een heel persoonlijke. Ik voel niet zoveel pijn hoor, maar vooral emotie. Anderhalf jaar geleden dacht ik dat ik met een maand dood zou zijn. En nou rij je met de beste mee. Nou, dat is wel heel apart. Ja, want je gaat goed, hè? Ja, ik ga goed. Ja. Ik zit bij de snelste helft, zeg maar. En dat voelt gewoon goed. Peter is getroffen door non-Hodgkin, een vorm van kanker. Hij heeft al diverse chemokuren achter de rug. Op sommige momenten verbaas ik me eigenlijk over hoe makkelijk het eigenlijk nog wel gaat, ja. Die pijn is maar bijzaak. Die druk je weg. Je bent vooral met jezelf bezig. Dat ik over een paar maanden weer behandeld moet worden. En dat is heel moeilijk. Ja. Nou, ik vind het krachtpatsers en doorzetters. Want wij hebben het met de auto gedaan, maar het is een geweldige zware rit. Met de eerste beklimming dacht ik van zwaar maar mooi. En nu voel ik alleen nog maar misselijkheid. Ik geloof soms ook niet meer wat ik op de baan gepresteerd heb. Hoor. Want dan rij je op een mooie houten baan 60 km per uur soms. En hier mag ik blij zijn dat ik de 10 haal. Dus nee, ik denk niet hier rijdt een Olympisch medaillewinnaar. Absoluut niet. Je hebt het gehaald. Hey. Het is gebeurd, ja. Geweldig. Goed man. Opgeven is geen optie. Van de 66 renners weten er 62 zes keer de top te halen. Samen halen ze 3 ton euro op voor de kankerbestrijding. De grootste particuliere gift ooit aan het Koningin Wilhelmina Fonds.